ben Sami Selim, directeur van de ICRA school. Al 19 jaar, vanaf het begin, tot zijn leerprogramma. Een deel bestaat uit de bijlessen en de schakelklas. Die wordt door de eigen leerkracht gegeven. De andere onderdelen, we hebben een aantal partners hierbij betrokken. Om het aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken, zodat alle kinderen kunnen kiezen voor wat zij leuk vinden. Vorig schooljaar kwamen we achter dat er heel weinig aanbod is dat aansluit bij de behoeften van de kinderen. En toen in gesprek met collega's kwamen die twee dames met het idee van ja, misschien kunnen wij daarin iets betekenen voor de kleuters. Ja, eigenlijk het sluit heel goed aan bij het doel van het Dotsalé-programma. Ze nemen ook dat stukje taalontwikkeling mee in hun lessen, woordenschat. En dat is precies het doel van het Dotsalé-programma. Mijn naam is Suleyma Shenner, ik ben 42 jaar. Dit jaar ben ik docent groep 7. Daarnaast heb ik ook een eigen bedrijf en bied technieklessen aan ja, 8 bovenbouwgroepen. Nou, ze zijn met taal bezig en ze zijn natuurlijk ook met rekenvaardigheden bezig, want ze moeten meten. Dus dat is ook een onderdeel wat we meenemen. Daarnaast heb ik lessen zo ingericht dat ze veel met elkaar overleggen, dus communicatie komt veel aan bod. En we hebben ook nog eens een koppeling gemaakt met 21st Century Skills. Dus dat wordt ook nog eens mooi meegenomen. We hebben veel contact met de ouders. De ouders krijgen van mij de begrippen via mail. En ook nog eens een aantal voorbeeldvragen die ze zouden kunnen stellen na schooltijd. Om ja, het project eigenlijk samen te evalueren. Als de vraag is van hoe zou ik dit verder willen ontwikkelen. Dan zou ik als techniekdocent zeggen pak het vanaf groep 3 op. Want dat is een mooie doorgaande lijn. Dan kun je ook handvaardigheid meenemen. Want in groep 3 ja, zal je waarschijnlijk geen flipperkast maken. Maar dan zal je andere basisvaardigheden ontwikkelen om uiteindelijk in groep 7 zo'n project aan te kunnen. Assalamu alaikum, ik ben Mustafa Belhai. Wat wij doen is het verzorgen van calligrafie lessen en Kinex lessen. En dat doen we vanuit de organisatie Arena Talent. Ja, calligrafie, daar leggen we eigenlijk de focus op verschillende aspecten. Een aspect wat wij heel belangrijk vinden is het aspect wat zeg maar in doorgaande lijn verbonden is met de identiteit van de school. Dat is heel duidelijk ook terug te zien in de workshops die wij verzorgen met betrekking tot calligrafie. En daarnaast natuurlijk ook de schakel naar het onderwijsaspect. En denk hierbij aan schrijfvaardigheid, maar ook zeker het nieuwe woorden ontdekken. Mijn naam is Hakan, Hakan Akin van de organisatie Alphabet Plus. Wat wij doen is aanvullende diensten leveren op het gebied van onderwijs. Dus workshops, projecten, huiswerkbegeleiding. Ondernemerschap is een van de lessen die wij geven. Zo'n les bestaat uit een basiskennis voor de kinderen. Dus hoe is überhaupt onderhandelen ontstaan? En op een gegeven moment leren leerlingen van dichtbij weten wat ondernemen is. Welke vaardigheden ze daarbij leren is in ieder geval leren samenwerken. Zij vormen groepjes. En die groepjes, dat vormt een bedrijf. Want die leerlingen moeten op een gegeven moment een eigen naam, een eigen logo, een slogan bedenken. In het begin zijn ze het niet eens met elkaar, willen ze niet samenwerken met elkaar. En dat groeit op een gegeven moment uit tot een, ja, om het zomaar te noemen, gezond bedrijf. Het is uiteindelijk een jasje wat we eraan hangen, dat ondernemerschap. Maar het gaat echt om de zogeheten 21e eeuwse vaardigheden. Mijn naam is Ridwan Boutouane. Ik ben werkzaam als programmaleider en onderwijskundige binnen het Leerinstituut. Om te werken aan hoe benutten we nou dat leerpotentieel van alle leerlingen. We proberen leerkrachten in eerste instantie kennis bij te brengen over hoe leerlingen überhaupt leren. Wat gebeurt er in het brein van leerlingen voordat ze optimaal tot leren komen? Wat we daarin ook proberen te doen is los van het opdoen van kennis, het vergaren van kennis, de vertaalslag te maken naar het klaslokaal. Dus hoe zet je die kennis om naar effectief handelen, zowel op pedagogisch als didactisch vlak, in jouw klaslokaal, zodat je onder andere tegemoet kunt komen aan die verschillen en kansengelijkheid in het onderwijs. Mijn naam is Milet Horner. Ik ben projectleider bij Move Academy. En op de ICRA verzorgen wij sociaal-emotionele programma's en het bewegend leren. Bij het bewegend leren hebben we 2 vakken bewegend leren. Waarin we 1 vak proberen te specialiseren op taal en 1 vak op rekenonderwijs. En 1 vak ook gewoon bewegen, omdat we ook een extra beweegmoment willen creëren. De sociaal-emotionele lessen zijn vaak klassikaal. En daarbij proberen we aan te sluiten op de reguliere lessen. Door te proberen dingen uit de les te herhalen. En ja, ervoor zorgen dat het eigen wordt. Het doel is denk ik een ideale samenwerking met school.
waardoor we echt iets kunnen toevoegen aan het onderwijs. Dus niet alleen een leuke afleiding voor de kinderen in de gymzaal, maar dat ze ook echt er iets aan hebben en ook echt beter worden en stappen erin maken. Wat we willen bereiken met het Dotsalé-programma, natuurlijk het beste onderwijs bieden aan de kinderen. En daarbij helpt natuurlijk het Dotsalé-programma en de verlengde schooldagactiviteit heel goed bij. Het curriculum is natuurlijk beperkt, maar door 2 dagen extra onderwijs te geven in die zin, kan je meer verdieping geven aan het onderwijs wat wij bieden aan de kinderen.